IJs IJsinga in 1781 klaar met het planetarium. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen in die tijd? Het is onvoorstelbaar snel dat jij in 7 jaar tijd de hele woonkamer zo ombouwt dat het er helemaal in past. Het zonnestelsel al, dat is dan een hele opgave. En dan zo nauwkeurig dat het na al die tijd nog werkt. Ja, dat is een opgave die het ook zo bijzonder maakt dat een gewone wolkamer in staat is om het technisch zo perfect uit te voeren. Nou is hier de bedstee, er staat een kast. Is ook bekend hoe mevrouw IJsinga op het planetarium heeft gereageerd? Daar is wel het een en ander over bekend. IJsinga was zo slim om het van tevoren even met zijn vrouw te overleggen wat zijn plannen waren. Ik ben bang dat ze in gedachten ergens anders was toen ze hem het ja-woord gaf voor wat betreft deze actie. Want ja, reken maar dat als hij 7 jaar werkt in de woonkamer, er waren kinderen. Het hele huiselijke leven speelde zich hier af. Reken maar dat ze wat te stellen heeft gehad met eisen. Nou, met dit instrument blijkt wel de grote verscheidenheid van onze collectie eigenlijk. Ja, in eerste instantie denk je van een muziekinstrumentje. Als je goed kijkt, dan zie je dat het een luid is. Een snaarinstrument. Gemaakt van ivoor. Nou, het is prachtig bewerkt. Je ziet de snaren lopen. Het is prachtig gegraveerd. Heel mooi vormgegeven. Maar goed, wat doet iets dergelijks in een planetarium, zou je kunnen vragen. Het lijkt een gewoon muziekinstrument, maar als we de luid open doen, dan zien we dat er een zonnewijzer tevoorschijn komt. En dat maakt dit instrument zo prachtig in zijn kleinheid, in zijn fijnheid. Vroeger hadden de mensen eigenlijk alleen maar de zon om de tijd te bepalen. Men kende al de regelmaat van de hemellichamen en de dagelijkse beweging van de zon van oost naar west kun je in een instrument vangen. De schaduw, de verschuivende schaduw, kun je dan als tijd gebruiken. Een zonnewijzer. Nou, dat werd in allerlei vormen en maten gebruikt. En dit was nu een heel mooi klein instrumentje wat je gewoon mee kon nemen. Er zit zelfs een klein kompasje in. Dat kompasje kun je gebruiken om hem op het zuiden te richten. Want door het zuiden beweegt de zon. De zon komt op in het oosten, beweegt door het zuiden en gaat in het westen weer onder. Nou, hier was een klein touwtje gespannen. En de schaduw van de zon geeft langs de rand de tijd aan. Dus je kon met dat kompasje, waar je ook maar was, het instrumentje richten. De zon moest natuurlijk wel schijnen, dat was belangrijk. En vervolgens geef de schaduw de tijd aan. Er waren toch dus wat horloges in die tijd. Nou is het van ivoor, had iedereen dit? Zeker niet. Nee hoor, dit was echt wel iets voor de rijkere onder de bevolking. Kijk, vroeger was het heel eenvoudig. Als het licht werd, stond je op. Als het donker werd, ging je naar bed. Kijk, tegenwoordig hebben we behoefte aan hele nauwkeurige tijdmetingen om van allerlei redenen. Vroeger was die behoefte er niet zo. Maar dit waren een soort statussymbolen. En misschien ook wel voor mensen die wat hoger op de maatschappelijke ladder stonden, dat een bepaalde tijdafspraak toch nog wel eens van belang was. En dan was dit natuurlijk zeer hulpzaam. Waar komt deze vandaan? Is niet helemaal bekend. Qua tijd moet je denken aan laat 16e eeuw. En het is goed om te melden dat we deze in bruikleen hebben van het Fries Museum.